Gassie erop. Gassie erop. Giga, giga, gassie erop. Waarom gaan we nou zo? Ja, je bent gewoon niet lief. Jij bent niet lief. Jij niet. Kijk eens naar die trekker ook, van die woon. Waar? Die zit op de stuurstang. Bol. Ja. Vandoor. Hè? Ja, hij is dat niet meer goed aankabbeld, je deden. Hoe is dat mogelijk? Dit is strange. Kindernaai. Als je nou even de vetspuit pakt, dan smeerst je die schommelaars even. Nou wrieft er het mooie mee, zie je dat? Ja. Tjit, 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 tjit. Oh, ja. Oh, de hopfen is vettig om te oogsten. Mm-hmm. Ah, nou is het, ja. Ik ben aan het recording. Okay. Met een nieuwe Fiat 180 Turbo DC. Oh, die hoort stoer, jong. Ja, ik sta ermee. Big old pieper. Oh, hij is smolderen. Ja, jongen. Waar is die de trekker die verliezen ook? Hey. En doe er net al. Ja, mezelf. Dat is de klem. Hè? Is dit een BM en olie kabel op? Nee. Jawel. Maar kijk nou, we moeten hem trekken met plauwgem. Trekken met kieper, ik wil die hopcombine. Ik ben, die ja, Europa's die kan weg. Ja, kom die maar. Ik ben op zoek naar de code, profiel loads. Ik zet hier even mijn kieper. Oh, die via die smolteren ding. Ik zet die via even op een kieper. Ik kan er even hop met erin. Voor de keepers. Oeh, wat lijkt er hier, voor mij zelfs. Ja, jongen, dat is geen doen. Ja, ik doe het. Het klopt. Hey, die stuur. Deed nee. Oh, maar ik heb nou wel het idee dat de map weer aan het laden is. Dat nee, het hoor. Klaar is. Nee hoor. De nou, constant op 36, wel. Bijna 40. Ik denk, waarom jeukt het zo? Ja, zo. Gassie erop. Gassie erop. Giga, giga, gassie erop. Sorry. Oh, lek. Oeh. Verkopen, ja. Op deze toe daar. Verkopen, ja. Nee, nee. Wie is dat weer hier allemaal zien, Paul? Gaan we niet doen. Oh. Ik wil zo'n beetje, als dit allemaal een beetje aan de kant is, deze Pavo Dukken. Dan vind ik het wel prima. Toch? Ja, juist. Dat heb ik even naar eens bekeken. Ik heb al in een map gekeken. Ja? Ja. Die heet? Stedelijk Boyd. USA Legend. USA Legend, dat klinkt goed. 15-6-2019, hoe groot is die? Oei, dat wil niet met deze bek. Oh. Hoe groot denk je dat hij maar best neer? Ah, 400. 1 gigabyte. Oh, dat is goed te doen. Ja, daarom. Dat dacht ik ook. Is die hop klaar om te oogsten, wie zeker? Ja, staat erbij. Wat moet dat met doen, nee? Ja, met aan. Dat wist toen nog niet, maar dat weet ik wel. Oh. Die kan geen hop. Helemaal opzij, dan kennen we er niks met.
Wat moet het met... moet het met maïsplukker misschien? Ja, dat moet met een maïsplukker. Oh, met een maïsbag? Ja. Dus, hebben we die? Ja, meerdere, geloof ik. Heb ik hier weer een knoontje. Hai. Doe. Ja. 20 attribuutkaart en geen één die past. Nee. Ik ben niet hier om weg te draaien. Ach, en die siebels ben we nog niet meer kloor. Nee. En de hop moet eraf en de koeien heb je vreten en de vark moet van het land. En de schoot moet scheren en... Oh boom. En... Wonen hier met op met deze map. Het is te druk op deze map. Wonen met op toe. Ik kom geen heen aan op deze map. Kan ik deze bekken verkrijgen? Ja. Goed zo. Ik sta op Scania. En we moeten hier... Dank je. Klinkt helemaal nergens al. Oh nee, ja, ik kan het doen. Maar ik heb me niet skilled. Dus vrouwenvoetbal. Ja, mooi toch. Ja, er zijn minder dingen om door te zien. Hij deed. Ja, hop. Hop. Hopfer de popfer in dit gelopfer. Goeiedag. Oh, mie. Nog een touw, Lu. Maar ik zei, ik appte die 15 minuten. Ja. En waarom komt dan draaikentaal lolen weer bij mij? Oh jongen, de voetbal was gespannen. Ik denk de hele tijd. Ze maken nog een money. Ze maken gewoon die Italiaanse rechter. Maar toen was het ook al wel aan de gang, Ken, hoor. Nee, of? Ik ben doos. Wat gebeurde hier? Wat dan? Ik ben doos benauwd. Dat doe dan niet met join kist of zo. Oh zo. Gossie. Ja, dat vind ik. Oeh, liet dat met die siepels aan. Oh, dat kan goed hoor. Hop hop. Paardje en galop. Dat moet ook ploeg worden. Ik heb twee ploegen in loopploeg. En dit moet geploeg worden. Blablabababat. Oh, er staat een keeper op het land. Zijn er nog heerappels in of niet? Ja, die zit nog vol met heerappels. Nee. Ja, en derde. Oh, er staat nog zo'n rood beurs in het pad. Ja, rum die rommel maar helemaal. Ja, rum doet die rommel. Dan heeft hij alle Keesbus naar het land gebracht. Doe toch! Ja, waarom? Doe ze als de janken dat dat ding omroep moest hem. Ik zei, ik ja. Kom alleen met bus. Nee, ik wil naar huis toe. Nee, ik wil naar huis ik toe. Zei, ik kom alleen met bus. Toen zei oh ja, schouw dat die al Kees ding. Ja! Oh, zo is dat maar. Ik zei dat al een verschrikkelijke ding, zei ik. En nou staat hij allemaal weer op het land. Daar ben nog net geen opnames van, helaas. En... Nou staat die rommel weer op land en Belmont weer op rum. Doe. Ja. Ja, maar ik wil een hobby in beeld hem. En dat gaat ja, zo mooi. Ja, juist. Oh ja, oh wat mooi. Nou, dat komt mooi uit. Ik kan er helemaal niks van zien. Zo mooi. Ja, als je alles opruimt, dan heb ik erop eraf. Ja, heftruc, alles staat hier in pad. Trekkers zonder apparatuur. Ja, ik heb die roodpaars achter trekker weggekocht, verkocht. Ja. Ze zijn nu in Polen, hebben ze hem rechtstreeks... met dan. Ja. Zo. Ik wil me gewoon onder het dak doen. Ja, ruim maar, mag hem maar even. Ja, ruim maar even op, ja, ja. Mag mij even ja, ga jij dat maar mooi hem doen? Nee, ik wil een optie. Ready de koning maar. Ik wil een optie. Dit is zo mooi zeg. Ah, oh, wat mooi. Tjonge, jonge.
Waarom gaan we nou zo? Ja, jij bent gewoon niet lief. Jij bent niet lief. Jij niet. Jij appt mij. Gas, we moeten los. Ik zeg, oké, over 15 minuten. Op of zo. Dat ga ik je niet vertellen. Dat is toch veel te privé om dat te zeggen. Ja, anders ik zeg 15 minuten. Dus en wat 50 minuten later, nog geen reactie. Ja, dat is heel erg overdreven. Ik ga de app terugkijken. Dat is zwoor overdreven. Doe kwam. Ik was 5 over 10. Zei ik over 15 minuten. Dat is 19 minuten lukt. En toen zei ik om 6 minuten voor half, zei ik, ben er. En toen was het inmiddels 22:37. Toen heb ik mijn hoop opgegeven. En toen hebben we belt om. Ik gewoon kijk, we hebben belt. Heb ik die nog belt om 22:43. Dus exact meer dan 3 kwartier geleden. Oh. En dat is geen 50 minuten. Wat is meer dan 3 kwartier? Dat is zo goed als 50 minuten. Ja, precies. Dat is 1/2 van een vrouwenvoetbal. Ja. Nou, dat was heel spannend. En ik denk, ja. Het komt hem wanneer je dat ik om 10 uur aan de gang wil. Ik denk, nou wacht op een keer op mij. Zo. Ik heb die zwierbelruderij aan de loop toe. Het niveau is misschien een beetje lager. En de balcirculatie flink wat trager. Jeez. Rennen een beetje. Ik kiel. Kiel. Aan stilwen. Oh, ik kiel. Ik denk, het past me precies in dit strootje, waar is wel. Ja, maar. Wat best toe aan down then. Blauw, dit, ja. Maar u lost die rommel ook gewoon niet laatst nog. Wat? Die beurs en alles. Ja, ik moet er nog naartoe. Maar deze, die beurs die kan nou nog mooi in dienst doen. Oké. Want deze agrisem is scan versleten. Hé, hey, hoe deed jij dat ook alweer met die casebeurs? Op de M. Drukken. Oké. Eerst met R die deur open leuft. Ja, nou doet hij de activate. Ik heb al 27 turn in hop erin zitten en ik ben er maar amper rond. Kijk. Wordt er dan toch een keer wat verkocht? Hoe duur is dat hop? Wij zien. Nog niet zo heel duur weten. Daar wordt bier van gebrouwen. Kikkerboe. Tak, net les, dan wil jij hem prik. Oh, ik heb echt de hele tijd heel veel lag. Doodziek ja? Van. Ja. Ik dacht constant op 50 ms. Ik had die VR klaarstaan. Jo, die staat door, juist. Ah, oh, ik had deze, nee, die had deze net van de laan afgepleurd, meneer Rauwels. Hey, jongen, hier komt zo veel af, jonkje. De volgende vraag is voor de VR. Ja, maar. Heem rustig blikken, ja? Ja, ja, maar. Waarom maar een deur? Er zit al 20% in. Hoeveel rest hem leeg? Ik zit nog 60% in. Dat is hoeveel? 25 ton heb ik er nog in gezet. Doe Chris hem vol. Ja, zeker. Hoe ga je hem brengen? Dat weet ik nog niet. Door hem ik Rob Saxi via iets tegen. Doe eens lag zeker, want doe Sister Zwaal naast die combine. Ik heb heel veel lag. Nu helemaal, maar ik druk escape. Nu op escape, want ik wil even wat het hap heen moet. Dat moet naar die haven weer. Weer om. Ja. 50%. Vol. Ik laat de arbeider hem zien gaan gewoon. Ik ruim ook wel even, maar ik help die hem. Hier staat, sta je met kop en samen zijn. De bladblamelaar is al volgroeid en die staat met samen zijn, staat hij nog gewoon. Dus die kunnen heus.
Is aan het groeien, bladeramenas. Ja, klopt. Die wil ik eigenlijk op volle sterkte omploegen. Oeh, wat lekker hier. Ja, jongen. Wat komt er door die update? Ja, dat denk ik wel. Dat was voorheen nooit zo op deze map. Of het is aan de Via. Dat kan me niet voorstellen. Nou, dat kan me niet voorstellen. Dat is zo'n mooi trekker. Ik denk eerder de update. Ja, dat denk ik ook. Toch weer drivers veranderd werden en zo. Nou ja, de map kan bijvoorbeeld niet geschikt worden voor de 1.4 die wij nou draaien waarschijnlijk. Oh, juist. Maar dat weet ik niet zeker. Nee, juist. Oh, ik weet er wel waarom het lag is. Die Nieuw-Holland die lekt. Lekt. Ah, leuk joh. Ah, ik vind het nergens op horen dat die Fiat zo vreemd loopt. Ik wel. Hé jongen, dat ding dat verslikt de man, kom op. Dat doet zijn ding nooit. Net op de hulp en dan weer op 5 poten loopt en dan weer op 6. Nou, zit even een beetje roest in het tank. Of iets. Bij mij staat de helft van het beeld stil. Lek? Zoveel lek? Nou, wat zie ik voorbij komen? Twee lampjes. Goed, ik zag in één keer twee lampjes toen ik achteruit reed. Heel raar. Toen ziest twee lampjes? Ja, ik stopte. En de lampjes die kwamen nog? Nee, ik reed met die Fiat achteruit met die silagewagen. Eén keer zag ik twee paar rode lampjes, twee rode lampjes. En ik trapte niet eens op het rem. Maar ik kwam ook met dat busje bij die deel. Oh, was dat wat? Maar dan nog. Moest ik naar jullie horen? Nee, niet dat busje, sorry. Die blootertje. Of dat heftruckwoonkje, oudertje. Oh, die? Is toen nog 8-4 verder met een kapotte deur? Nee, wat dan? Oh, ik heb weer een dagling. Ik zo monteren. Oh, ik denk dat wat nodig op vaak. Ik wil wat verkopen, mijn rijfspul. Deze startbak, die kan ook wel weg. Waar ben die venten blijven? Die heb ik onder de afdak door. Onder de code? Ja. Oh. Zoveel lek. Oh, ik ook, man. Ik ga hier niet goed. Ik ga zo berren. Het is bij mij ook niet best hier, hoor. Ik word hier helemaal gek van. Ja? Ja. Hier, ik geef vol gas en hij reageert niet en hij stuurt vreemd. Ja, ik zit ook in deze vent en ik kom over het erf maar amper vooruit. Hij trilt erover. Ik word hier niet goed van. Problemen. Ja, nu gaat het wel weer. Ja, maar ik draai sowieso al op boven mijn derg. Als ik in wat nijs spring en ik loop er door het erf in, dan is het poef. Ja. En nou ik er weer wat van over hier. Ja, ik zit hier op het erf en zit sowieso rond de 50 al. Ja, Vlender hier. Waar is toe door? Oh, er ben zijn baantje nieuws. Ja, ik rijd met mijn achteruit naar de winkel toe. Als het werkelijk voor zo hard met de dingen is, dat vind ik knap. Nou, tot nog toe ging ik wel aardig. Aardig. Alleen als ik nou tegen vlag omhoog. Waarom? Nou, ja jong. Echt niet best met die... Oh, ik heb hier allemaal paletti met die schapenwol. 2, 4... Ja, dat zal ik pas doen als we een autoloader... Oké. Die wil ik hem auto en zo met die kippendeus nog op hebben. Ja, juist. Oh ja, die kippendwaskers. Er zit ook weer trekhooghoogteprobleem, zie ik wel, die Fiat. Ja, daarom had je daar ook zo. Ja.
Dan hebben die velgen, die logen eruit liggen, zo staan wij, ja. De zwabber. Er zit aan u in van kijk die slechte... Kijk eens naar die trompet. Ja, er zit een vetnibbel op. Hij staat wel smeer. Ja, een naaie trekker, dit hoeft dan niet binnen half uur. Moest eens kijk bij die flens doen. Die stekers, die zit er helemaal los in. Ja, dit komt niet goed. Die komen weer terug. Hoe in de liefde der vrede is die kering nog dicht. Ja, maar die kant velgen is al helemaal zwaar. Hier op Ben Kaan. Ik ga er even tussen nu eens niet uitspringen. Er een loopt ook op vijf pauwen. Het wordt alleen maar erger. En die band die van achter, die komt door de... Die komt tegen Sparrenbred na. Dat ding is helemaal niet goed, die kan gelijk alweer terug. Ja, het was een tweede handje. Ja, jongen, een export. Zeg maar dat ding. Kijk, die band die komt, die achterband die komt met een gootje. Helemaal tegen Sparrenbred na. Dit komt niet goed, hè? Kijk eens naar die trekker ook, van die woon. Waar? Die zit op de stuurstang. Bol. Ja! Vandoor. Hè? Ja, hij is dat niet meer goed aankabbeltje deden. Hoe is dat mogelijk? Dit is... strange. Kindernaai. Wie heeft dat om aan daar? Ridder dingen is even weg. Op poot. Koppel hem eens even de vuur reden. En mijn rechter vuur. En mijn rechter de vuur. Ja. En ben je naar rechts? Ja, nou recht naar achteren. Recht. Recht. Ja. Koppel aan. En vloog! Nee. Nou, schop die trekker maar weer voor. Nee, maar hoe wie verzendt hier? Ja, dat wist de woord. Hol die bus hier nog even hier. Want je kent dus de trekker ook erachter weg, Config Mirajen. Ja. Maar dit verzin je niet. Hebben ze een K100 op een K80? Ja, als je kijkt zie je nou. Als je recht kijkt, dan is die woon zit er ons geen wachten. Toen is die bus gewoon met de deur open en jaagt. Klopt, hè. Dat ken haar naai. Ken haar naai. Hoe ben je met mij? Ik kom geen bij die. Nou, ik ben al op vlak mee. En dan moest iets bij de trek ook even omconfigureren. Ja. Oh, nou. Waar is die bak blijven daar? Oh, door. Ja, maar nou past er niet achter, dan heb ik die stuurstaan kool. Dat weet ik ook niet. Ja, nou hebben wij last van een zwevende stuurstang. Ja. Hij stuurt wel. Ja. Wat meter op zich? Denkt. Wat meter op zich? Zo'n autosenskastje op diesel liggen. Dat denk ik. Nee, maar hij wiebelt ook niet meer, zie je dat? Nee, hij hoort je niet meer. Hoeveel zijn nog eens even meer? Ik ging binnen naar meerdere zaad. Oh, nou hoort je er wel. Loopt er nou beter? Ja, je moet toeren. Er zijn toerenmachines, hè? Je moet toeren nog. Oh, hij is 100% vol, hoor. En dat wil nog aan grond vuur. Zegt hij mij, je moest een cycloonfilter opzetten. Heb ik door, loopt er nog zo bedoeld. Ja, nou, wonen er eerst met op. Het glasje is ook hartstikke verstapt. We wonen eerst op, hè? Ja, verstuurvers eruit, klemmen stellen. Ja. Nou, luchtfilterbanden erop. Even netjes. Dus, even netjes. Maar dan moet je even kijken welke verstuurder het is. Dan draai je even verstuurverleidingsles. Even kijken hoe die motor erop reageert. Eén voor één hebben. Ja, nee, is goed. En die steekhaas die kunnen sowieso wel af. Dan kunnen er ook een naar remploot niet. Dat is toch wel met die dingen. En de handrem ook gelijk maar. Die is ook wel brandweer. Dat zit er dik in.
Dat is Tenger en Monnenberg. Oh nee, die zit hier niet onder. Die zit als je nou even de vetspuit pakt, dan smeert je die schommelaars even. Maar nou wrieft er het mooie in mee, zie je dat? Ja. Er zit wel lucht op, maar ik kan die compressor ook niet vinden onder motorkap. Hoe zit die? Nou, ik ga bellen. Het is nu 20 voor 12. Zo is goed, ja? Hè? Yo. Wat er is net. Ja, hey.